Renault Antwerpen. De auto's van stad. Op zoek naar een huis in Boeghout of Hoven? Weet dan dat u daarvoor gemiddeld ruim €290.000 moet neertellen. Bedragen die gebaseerd zijn op de verkoopprijzen van de eerste helft van 2011. €290.000 is veel geld, zeker in vergelijking met sommige andere regio's zoals het Waasland waar het een pak goedkoper is. Hoven, Boeghout zijn zeer dure gemeenten, merken wij, in verkoopprijzen. De verklaring daarvoor is meervoudig, denk ik. Enerzijds zijn er veel villawijken in beide Hoven en Boeghout. Centrale ligging telt mee, dynamische gemeenten, kindvriendelijke gemeenten, veel scholen enzovoort enzovoort. De Ring van Antwerpen is een belangrijke overweging ook. Door het feit, de verbindingswegen met Brussel en dergelijke, dat veel mensen van de noordrand van Antwerpen nu meer kiezen voor de zuidrand van Antwerpen. De mobiliteit dus, of beter de mobiliteitsproblemen op de Antwerpse ring, zijn duidelijk voelbaar op de woonmarkt. We hebben veel in de zuidrand van Antwerpen toch veel mensen die werkzaam zijn rondom Brussel. Natuurlijk de baan Antwerpen-Brussel blijft natuurlijk druk, maar natuurlijk je vermijdt de ring van Antwerpen wel als je in de zuidrand woont. En het ziet er naar uit dat deze trend zich nog wel even zal voortzetten. We merken dat altijd nog mensen willen verhuizen, willen aankopen, willen verkopen. En hoe de markt zich verder evolueert, ja, dat kunnen we alleen maar afwachten. En dat is afhankelijk van de kopers natuurlijk. Hè. Dus ik denk wel dat sowieso de gemeente Hoven-Boeghout, dat het heel verstandige gemeenten zijn om te investeren. Slechter worden zal het zeker niet doen. Hoe ver dat het nog gaat stijgen, is moeilijk te zeggen.